Dan ga ik een leuk klein veldboeketje maken. Ja. Fleurige bloemen die je zelf vers mag plukken. Dat kan bij Nardi's Pluktuin aan de Fixweg in Overdinkel. Op 300 vierkante meter staan de mooiste en kleurigste bloemen. Een grote pluktuin. Hoe is dit zo hier gekomen? Ja, dus, voor een jaar of 20 geleden hebben wij dit stuk grond, heeft mijn man dan van huis uit gekregen. En zodoende ben ik begonnen met een pluktuin. Eerst in het heel klein, later ben ik steeds meer uitgebreid. En hebben we er een pluktuin van gemaakt, zodat mensen zelf hun eigen veldboeket kunnen plukken. En er komen heel veel mensen. Alle dagen komen hier mensen. Het is open van 's morgens 8 uur tot 's avonds 8 uur. Welke bloemetjes pakt u bij elkaar? Nou, dit is een Lanfantera, dit is een Spaanse Magriet. En dit is ook een soort goudsbloem. En dat is de grote bloementuin, er staat van alles in. De zonnebloemen moeten nog komen, die zijn aan het uitkomen. De gladiolen zijn aan het uitkomen. De cinia's die zijn aan het uitkomen. Nog heel veel wat er nog eigenlijk moet komen. De dahlia's moeten allemaal nog komen, die zijn zo mooi. Het is echt een heel uit de hand gelopen hobby van ons. En waar let u nou op als je zo'n bosje maakt? Nou, ik hou wel van een beetje variatie door elkaar. Is het veel onderhoud aan de tuin? Ja, het is echt heel veel onderhoud. En vooral in het begin als alles opkomt. Nou, dan zijn we uren bezig om alle onkruid eruit te halen. Ik weet precies wat de bloemen zijn en wat onkruid is. Dus dat scheelt nog wel zoveel. En dit is een cinia, die is ook heel mooi. Kijk, daar zitten meerdere komende aan. Als mensen nou één waar de bloem aan zitten afhalen, dan komen die anderen, die groeien nog weer verder. Oh ja. Ja. Waar komen mensen vandaan die hier bloemen plukken? Ja, ze komen ook zelf hier uit Overdinkel, uit Glanenbrug, uit Gronau, Duitsland, uit Oldenzaal, Losser, komen heel veel mensen. Dus ja, ik maak heel veel reclame op Facebook, dus daardoor krijg ik heel veel mensen hier, wat heel erg leuk is. Nou, ik geef de tip altijd meer de bloemen, als je er mee in huis komt, op lauw warm water zetten. Okay. Dan komen ze weer helemaal mooi op en dan heb je er echt bijna een week wat aan in huis. Volgend jaar weer een bloementuin? Ja, als we gezond blijven, dan gaan we zeker verder nog. Ja, ja, ja hoor. Kijk, daar heb ik voor u zelf een mooi bosje bloemen geplukt.